weekendje rund. Hé. Hey. Nou, wat doe jij rund? Ik oefen met speuren, want ik word een echte detective. Een detective? Speuren is mijn passie. Ik ben nu op zoek naar Leo. Nou, dat is toch een makkie? Die zit ergens op 100 rol of zo. Hier, neem een appel. Hé. Hey. Speciaal gehaald bij de appelboer. Nee, bedankt. Zelf weten. Nou, kom op, speurneus. Ik zal eens even laten zien waar Leo zit. Hier niet. Maar, aha, ja, ik zie zijn voetafdrukken. Hij vindt het heerlijk om te stampen in slappe hondendiarree. Bè, wat een viezerd. Geef mij maar een lekker appeltje. Maar waar is hij nu? Aha, kom mee. Die oom van jou is aan het mesten. Hij kiept het karren vol met koeienstront op zijn land. Oh, dat is echt iets voor Leo. Dat dacht ik. Nu gaan we hem vinden. Hij is nergens te zien. Ik zie wel weer voetsporen. Hij is ook dol op stampen in zure koeienkak. Ba, wat is het toch een viespeuk? Ja, hij is een echte strontvlieg. Nou, neem dan nu maar een lekker appeltje, rund. Hartelijk bedankt, maar nee bedankt. Hey, ik weet het. Je moet het bord hebben gezien. Kom mee. Appels? Leo eet geen appels. Correct, maar Leo heeft een vriendin, Frida Fruitvlieg. En die is dol op rotte appelen. Ze wordt er helemaal wild van, zegt Leo. Dus? Hey Leo, gevonden. Hey rund. Speuren is echt jouw passie. Maar hoe wist je dat hier zat? Dat is heel simpel. Leo controleert de appels of er ook rotten tussen zitten. Ja, die zijn voor Frida. Hij checkt ze stuk voor stuk. Die wordt daar wild van. Ik had het eigenlijk direct moeten zien. Huh? Aan die kaksporen. Huh? Op je appels. Rund.